Zeker. Die heb je niks te zeggen, wegwezen. Camera eraf, oprotten. Pleuren op, eraf. Oh, pas op. Gewoon wegwezen, camping af. Gewoon wegwezen, man. Stel je kanker begonnen. Ik wil het ook doen, hè, vragen. Want er is natuurlijk al een keertje rottigheid hier geweest. Doe je gewoon wegwezen, hè? Doorlopen, wegwezen. Lopen. Ja, blijf, laten we van elkaar. Lopen. Wij gaan nu... Lopen! Laten we naar meneer Engel gaan. Gewoon opflikkeren. En Norris ook niet. Ik blijf je niet filmen, joh. Jij krijgt altijd zo'n kankerhoek op je kankerbed, joh. Is meneer Engel hier toevallig ook? Nou, is deze meneer Engel. En anders ga je een grote smoelie in zo. En jij moet weg. Jij moet hier weg. Mevrouw. Mevrouw. Niet doen. Nou, dat mag zo. Hij kan zo. Mevrouw. Je weet dat niet. Doe daar die camera uit. Ik ben alleen op zoek naar de eigenaar. Dag meneer Engel. Goedemiddag. Hoe is het met u, meneer Engel? U weet het. Paul, bijna is de deur. Dus ik zwoer dat u vertrekt. Ja. Nou ja, we hebben vernomen dat jullie gaan vertrekken. Dat hele camping gaat vertrekken. Dat u vertrekt. Als u niet Rotterdam heeft u heel veel, hebben ze u voor heel veel miljoenen hebben moeten uitkopen. Dat u een chaos van had. Meneer, met huizen. Ja, ja. Voor hoeveel gaan ze u hier uitkopen? Ik heb gezegd. Nee, ik heb gezegd. Gevorderd dat ze weg. U ligt iedere gemeente op, meneer Engel. En iedere keer is het weer hetzelfde. U flikt iedere keer hetzelfde kunstje, meneer Engel. Welke gemeente is de volgende? Meneer Engel? Ik zei net dat uit onderzoek bleek dat er al 30 jaar niks is gekomen uit het testen met apen. Dan hebben de demonstranten niet goed gelezen en dan zijn ze niet goed op de hoogte van de literatuur. Maar er zijn ook heel veel geneesmiddelen uit voortgekomen. Mevrouw, is dit nou even maar weer af? Oh god, ja, ik ga hem zo aan. Ja, was dit nou? Die apen hebben het altijd moeilijk, mevrouw. He, die moeten altijd... Ik doe hier niet aan mee. Nee, en wij ook niet meer. Nee, live. Je zit erbij, de beste drie. Dat is geen vraag, hè? Dat is een opmerking. Dat weet ik. De beste drie. De beste drie presentatoren. Wat vind je ervan, moet je dan vragen? Wat vind je ervan? Ik heb nog veel van jou te leren. Dennis, ik vind dat hartstikke mooi. Dan ben ik serieus. En ik wil al die mensen van Poont ook ontzettend bedanken voor het stemmen op mij als ondergetekende. John de Mol al gebeld, die geruchten gaan. Nee, die heeft niet gebeld. Bel hem toch even, John. Bel hem toch even. En mag je bellen, hè? John, Dennis, je slaat nu een beetje door. Ik hoop dat je hem pakt en dan zien we je bij SBS volgens jou. Dat is een heel goed interview, Dennis, dit. Ja? Bedankt. Goedemiddag. Zijn jullie toch nog bezig? De show met de zonnebril. Zeg, het is een uitspraak nu geweest. En er kunnen toch nog tientallen ronselaars vervolgd worden. Ben jij eigenlijk al bekeurd? Dan mag het niet meer. Jullie doen het nog steeds. Gewoon de taxichauffeurs hebben daar heel veel last van. Zijn al boetes uitgeschreven. Misschien ben jij nu ook aan de beurt. Peace. Ja, loop maar weg. Er was ook een linkse demonstratie. U bent de enige die ik heb gevonden. Dat kan wel kloppen, maar er zijn er meer. Maar die hebben misschien geen stickertjes op. Maar waar zijn die dan? Waarom ben je zo lastig dan? Waarom ben je zo lastig? Dat hoeft niet. Ik ben het ook totaal niet met z'n eens. Nee, rustig maar. Dat hoeft niet. Zit gewoon in. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. U bent toch niet alleen, zie ik? Ik ben niet alleen. Wat is je vraag? Jij moet toch de vraag stellen? De vraag is, waarom ben je in Islamofoog? Je moet toch dat interviewen? Ben je dat niet? Jij vraagt niet iets. Maar jij zegt iets. Die wil ik wel antwoorden. Ja, vertel. Ik ben Islamofoog. Ja, waarom? Waarom? Omdat islam tegen mij is. Ja, denk op het jukje, loop weg. Ja, maar wat heb je nou zinnigs te vertellen dan? Doe zeg iets slims dan. Wat zeg jij dan? Allah is een terrorist en dit dat. Ja, praat normaal dingen. Dat is het ook, want een moslim ja, is Mohammed. En Mohammed is een jihad. Een jihad is een terrorist. En terroristen, dat zijn moslims. Dit zou gewoon wisselen. Tekbir! Allah Akbar! Tekbir! Allah Akbar! Mannen, we gaan hier weer weglopen, toch? Jezus. Ja, nu laten we dat jullie nog steeds met 140 man bezig zijn. Als ik een ronselen, kun je toch ook wel even praten? Ik ben nu Damsgoed trouw. Al uw collega's lopen weg. Kunt u dan... Nee, meneer. Ja, jij ook. Ga weg. En jullie zijn hier nog aan het ronselen. Gaat jou niks aan? Wat moet je? Hoe lang blijven jullie nog doorgaan? Er zijn allerlei regels. Iedere keer meer handhaven. En jullie blijven maar door... Dennis, je gelijk. We hebben een afspraak. Oh, ja. Dat is een ronselaar. Ja, dat is hem. Eén van de... Ja, dat blijft maar doorgaan hier, hè. Het houdt maar niet op. Zeker niet. Kan ik ergens helpen, kerel? Nou, ik heb geen taxi nodig, maar ik ben benieuwd waarom jullie blijven staan, terwijl het niet mag. De taxi's die staan daar, ik weet niet of je... Ik zag je er net nog geen lokken, joh. Kijk, met alle respect. Jullie rijden wel de hele tijd langs ons heen. Maak dat je wegkomt hier. Dag.
Oorlog niet goed. Nee, ga nou weg met die camera. Nee, maar het was hier gewoon. Ik zal maar staan, jongen. Meneer, het was hier gewoon. We staan gewoon hier op de weg en het was hier wat onrustig. Ga nou gewoon buiten spelen in de zandbak. Ga geen zergs van zeven. Die gozer aan de overkant staat op het punt om te gooien. Kijk. Maar ja, wat met stenen gegooid. En daar waren wij vandaag. Ja, dan kregen wij direct een steen naar ons toe. Nou, dat werp ik ook heel erg. Daar ben ik echt grote veroordeling van zo'n gedrag. Dat tolereren we niet. U moet uw werk kunnen doen, zoals ook mijn politiemensen die hun werk moeten doen. Dus dit is niet een tolereren gedrag. Ik een beetje over het internet. En je wordt zelfs omschreven als de kebabkoning. Wat doet dat met jou? Dan zien morgen allemaal de mensen wel. Dat je dat wel of niet bent? Ja. Fijne avond. Doe voor mij. Wel een beetje lauw, hè? Beetje lauw, ja. Dat kan ik helaas niet. Ik kan beetje doorbakken, hè, die lauwe troep. Wees nou eerlijk. Ja, ik wil niet lomp zijn, maar het smaakt gewoon niet naar kip. Het smaakt niet naar kip. Nou, ik hoop wel dat het lekker is. Ja, en wat is nou eigenlijk het doel van deze actie? Deze actie is vooral om... het is op kinderen gericht, hè. Om dus ook kinderen een keer te laten proeven. Je te brainwashen, want eet geen kippetjes bij McDonald's. Nou, weet je, als er eentje brainwashed, dan is het wel McDonald's met zijn Happy Meals. Bakker Dier staat daar, die zegt dat de kip van McDonald's plofkip is. Ja, en niet goed is voor de kip. Dus jullie gaan even proeven welke kip lekkerder is. Beginnen we eerst met deze kip. Dit is van Bakker Dier. Dankjewel. Nou, het smaakt niet echt naar kip. Ik vind het niet echt super lekker. Echt niet lekker. Ja. Vies. Ja. Dan hebben we nog de kip van McDonald's. Ja, wordt ook wel plofkip genoemd, maar wel echte kip. Warm. En? Deze is echt lekker. Beter dan de geen kip. Conclusie, kip van Wakker Dier? Niks. Gewoon niet lekker. Niet meer verkopen. Moet gewoon stoppen mee. Gewoon mee stoppen. Hey. Wat? Jongen. Niet zo groot, jongens. Weg. Waarom gooi je direct met dingen? Weg. Ik heb geld, man, want ik ben jullie hier. Waar gaan we? Laat jij gewoon doordraaien. Hij wordt niet aangehouden, maar wij moeten ook uitkijken. Wij moeten kijk, nu komen ze eraan. Hé jongen, echt op zaal. Ga weg! Oké, ga ik dat regelen voor je. Kunnen we dan nog even spuiten? Wil je het echt? Maar dan spuit ik het over jou heen, dat weet je. Ja, je doet maar. Wil je dat echt? Ja, oh god, je doet maar. Het is... Nou ja, je hebt het meer dan goed gemaakt. Hey Wilfred, lekker weekend. Dank je. Ik hoef het niet meer van drinken. Wil je nog wat drinken? Ja, hoppakee.